de vlam in de pijp. Scheur ik door de Bredderpas met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn zas. Met dit nummer bleef de Henk Wijngaard in 1978 zijn grote doorbraak in de Nederlandstalige popmuziek. En nog altijd weten de in 1946 geboren zanger en liedjeschrijver het publiek te boeien. Dat bewees hij nog maar weer eens tijdens de laatste vrijwilligersavond in de Spont. Prachtig publiek. Ja, de stemming zat er direct in. Ja. Hoe lang is het nou geleden, Henk, dat je uit Stadskanaal bent vertrokken? 1982. En toen kreeg je sterallures waarschijnlijk, hè? Nee, ik wou wat korter dicht bij mijn optredens komen. Dus ik ging in fasen gewoon. Anderhalf uur in het zuiden, anderhalf uur naar Delfzijl, anderhalf uur naar Maastricht. Maar dat was een stuk beter. Ja. Ruim 40 jaar in het vak, Henk. Ik krijg er nou nooit genoeg van? 43 jaar dit jaar. 43 jaar. Nee, ik bedoel, het ligt ook niet aan mij. Het ligt aan het publiek, hè? De fans, ze willen mij, ze boeken mij. Maar ja, zolang ze mij boeken en zolang ze mij willen zien optreden, kom ik. Hey, kijk uit, hier ben ik. De land als ik terugblik, ben ik het liefste toch bij jou. Want na al die jaren heb ik ervaren dat ik nog steeds van je hou. Hey. Ondanks al die vele optredens is het nog steeds onder de indruk van het enthousiasme van het publiek. Ja, nee, natuurlijk doet mij dat wat. Ja, zeker. Ja, de emotie is er. En het is ook altijd zo, batterijtjes opladen van de fun en zo in de kleedkamer. Eén rustig zitten en zo. Komt er vaak niet veel van. Dan komt die en die wil die wat weten. Het is altijd heel hectisch om een optreden. Maar goed, dan sta ik straks in mijn auto en dan kan ik weer ontspannen. Ja, het is allemaal begonnen met de vlam en de pijp, hè? Ja, dat klopt. Ja, het begon eigenlijk. Ja, de grote doorbraak was vlam en de pijp. Daar waren vrachtwagenliedjes. En dat ging ongeveer een jaar of zo maar door. 10 nummer 1 hits. Toen ben ik weer op de vrachtwagen gaan zitten van Opijn. Ik weer een jaar of 4, 5, 6 gereden. En toen kwam ik weer terug met een liedje Sneeuw in de Bruisjeur, geloof ik. En toen kwam er weer 10 hits op mijn rij. Dus dat ging maar door. Dus op een gegeven moment 20 hits. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, hier kan ik heel lang opteren. En dat teer ik nog steeds op. Ja, de mensen kennen je eigenlijk voornamelijk van Nederlandstalige liedjes. Maar ik ken jou ook van country muziek. Ja, zeker. Ja. Country on the road. Ja. Poor out of Pittsburgh, rolling down the distance boards. White line fever, sickness born and leave my soul. Ja, ik hou van country. Ik ben een fan van Don Henley, de Eagles. En alles wat er met country rock te maken heeft, dat vind ik mooi. Hallo, in de handen van jou. We zijn blij. Ruim 40 jaar zit hij in de muziek. Volgens hem is de muziekwereld niet echt veel veranderd in al die jaren. Nee, absoluut niet. Het enige wat veranderd is dat we van vinyl naar cd ging. En van cd naar USB. En van USB naar digitaal. Groen dingetje op je iPadje. Ik weet niet hoe dat zo gauw is. Ik kan er niet zo gauw opkomen. Daar kun je alles downloaden voor een passen. Ja, ik heb nog een cd'tje uitgebreid, geef je zo eentje mee straks. Ik heb nog een cd'tje, een mini cd. En dan geef ik die wel eens aan iemand. Of ik vraag iemand, wil je een cd'tje kopen? Weet je wat ze dan zeggen? En ik kies me iemand USB-stickie branden. Sam, er zijn bij die helemaal geen cd-speler met een auto. Dus ook de cd heeft het niet overleefd. Hey Suzie, de baan is al. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Of hij de 50 jaar als artiest gaat halen, weet hij niet. Dat kun je niet voorspellen. Wil ik ook niet. Ga ik niet doen. Ik ben zo blij met de fans die ik nu heb. Ik ben blij met mijn gezondheid. Gaat het weer een stuk beter. Met mijn rug wil het niet zo best. Maar mijn knie, nieuwe knie. 2 nieuwe lensjes erin. Ik bedoel, de staren uit mijn ogen. Ik mag weer auto rijden. Maar al met al, ja, we worden een dagje ouder. Dus er zal een moment komen dat ik denk van of dat niet meer gaat. Nee, want ik dacht al, hij ziet er zo vernieuwd uit, maar ik snap dus dat er heel wat nieuw aan jou is. De bionische man. Ja. Je maakt er een grapje van, Henk. Is dat jouw manier om met dit soort dingen om te gaan? Ja, humor. Ik bedoel, humor en verdriet. Je weet het zelf ook, dat ligt ontzettend dicht bij elkaar. Hè? Je zit nee, dat is ongelooflijk. Ik heb ook al 2 nee lenzen in de ogen. Fop je nog nee een stukje. En gewoon nee knee de linkerkade. Treintje zegt, niet treintje zegt. Henkie is de man van 6 miljoen. De bionische man. Dat kost wat hoor dit. Maar ik zal jullie vertellen. Het is nog niet helemaal
Het is nog niet helemaal wat het is. Maar als ik zeg dit. Met, kijk, met de vlam in de pijp. Oh, ja. En met de vlam. Binnenkort gaat hij echter wel weer een nieuwe cd maken. Ja, 10 april ga ik weer contact opnemen met de studio. Ik heb al gebeld. Adriaan Hoes, hè, de zoon van Johnny Hoes. De jongste zoon van Johnny Hoes. Hij heeft gebeld. 10 april, dan komt hij terug van zijn vakantie. En dan gaan we de studio in en gaan we een aantal nieuwe liedjes opnemen. Ik heb nog een albumpje. De Canadese die heeft het ver gebracht. Aha, ja, inderdaad. Ja. De Canadese. Ja. Zo werd ik vroeger uitgescholden. Ja. Het was al die vechting naar school. Ja. Is dat voor jou een traumatische ervaring geweest? Oh nee, absoluut niet. Nee, nee. Ach, ik herinner me dat als een soort bijzonderheid. En ja, bij mijn opa en oma had ik het hartstikke goed. En toen moest ik met mijn zus mee. Later, toen, ja, of 8, 9, maar toen bleek dat niet mijn zus was, maar mijn moeder. Heel rare gewaarwording als je opgroeit bij je grootouders. En je zegt tegen je grootmoeder en je grootvader, papa en moeke. En dan opeens ga je naar een vrouw die moet je moeder zeggen. En waarvan ik al die dacht dat mijn zus was. Mijn oudere zus. Ja. Volgens mij zit hier een gelukkig mens voor mij. Jawel hoor. Ja, want die boom met 1000 kleuren, die is alleen gemaakt. Ja, Suzie, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boom met 1000 kleuren, die is alleen gemaakt.